Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En vandaag heb ik alweer zo'n leuke gast, namelijk Annelies Beekman. Hey Annelies, welkom. Hey, goedemorgen, dankjewel. En leuk om hier te mogen zijn. Ja, super. Hey Annelies, wij hebben elkaar ontmoet bij een workshop, nog niet zo heel lang geleden. En een schrijfworkshop. En we hadden meteen een heel leuk gesprek. Over wat jij doet ook onder andere. En wil je eens even vertellen wat jij doet? Klopt, superleuk inderdaad om je daar te ontmoeten, want wij kennen elkaar natuurlijk helemaal niet verder. En wat ik doe, ik ben kleurrijk merkstrateeg. En wat houdt dat eigenlijk in? Nou ja, ik help ondernemers bij het neerzetten van een sterk merk. Vanuit hun hart, dus echt terug vanuit je hoofd naar je hart. Want ik denk dat het daar allemaal begint. Dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. En daarnaast is het onderdeel kleuren daarin voor mij heel erg belangrijk. Ik hou zelf heel erg van kleuren. En ik weet ook en zie ook dat er heel veel ondernemers nog te weinig met kleuren doen. Met kleuren kan je jezelf zo onderscheiden op een manier waar je eigenlijk je krachten, waar je sterk in bent, een kleur kan geven, zodat je ook echt dat gaat leven. En dat kan je op heel veel manieren kan je dat natuurlijk uit gaan dragen in je kleding, op je website, in je kleurgebruik. En als je dat heel consistent gaat doen, ja, dan ga je jezelf er echt in onderscheiden. Zelf is mijn kleur, mijn hoofdkleur, de hoofdkleur geel. En nou ja, mensen herkennen mij ook echt aan de gele kleur. En niet alleen om de kleur zelf, maar ook om wat de kleur betekent. Het vrolijke, het zonnige, het luchtige, het stukje creatieve ook wat daarin schuil gaat. Dat past ook gewoon echt bij wie ik ben als persoon. Dus de kleur is niet alleen de kleur omdat ik hem mooi vind, maar ook om wat die betekent en wat die met mij doet. Ja, dat is echt een verlengde van wie ik ben. En als je op die manier met kleur omgaat, ja, dan kan je daar echt jezelf ook met je merk in gaan onderscheiden. In toch wel een hele openvolle markt waarin we zitten. Want ik bedoel, ja, wat je doet, daar ben je niet meer uniek in. Maar je moet het echt gaan zoeken in wie je bent en hoe ga je dat dan ook laten zien. En dat is eigenlijk wel het meest lastige wat er is. Ja, ik ben het met je eens ook. En leuk ook, want ja, jij valt mij inderdaad altijd op. Want als er dan allemaal van die dingen op LinkedIn zijn, met allemaal ja, een beetje de saaie standaard de kleuren, dan komt daar in één keer zo'n groot geel vlak met jouw portret erbij. En dan, ja, dat is superleuk om op die manier in de picture te komen. En het is inderdaad zo, ja. Geel is een hele vrolijke kleur en die vind ik ook heel erg bij jou passen. En het is niet, ik denk dat best wel veel mensen niet weten inderdaad wat de kracht van kleur kan zijn en wat kleuren ook betekenen. Dat ja, elke kleur heeft zo zijn eigen betekenis en je kan dus als je kleuren kiest die echt bij jou passen, ja, dan val je gewoon veel meer op. Ja, het gebruik van kleur is eigenlijk wel wat mensen heel erg spannend vinden. Want kies je voor een bepaalde kleur kan natuurlijk ook een heel ander signaal gaan geven. En het is dus niet alleen maar het kiezen voor de juiste kleur, maar ook hoe ga je de kleur inzetten. Wordt het echt een kleur als hoofdkleur? Of wordt het bijvoorbeeld een kleur die je echt als bijkleur gaat gebruiken voor bepaalde dingen? Denk aan bijvoorbeeld een call to action of andere dingetjes die je daarmee kan gaan doen. Dus hoe ga je de kleur ook inzetten, is ook een hele belangrijke daarin. En je hebt natuurlijk van de verschillende kleuren hele andere kleurintensiteiten. Dus als je de kleur rood hebt, ja, dan kan je de felgekleurde rood doen, zeg maar. Maar je hebt ook hele andere kleurvariaties daarop. Dus welke ga je dan kiezen die echt bij jou past? Ja, leuk.
Ik vind het heel interessant. En ik denk ook dat, ja, het is zo belangrijk in deze tijd, ook van de ChatGPT. En ja, er wordt veel meer, ook veel meer standaard dingen gedaan. Dan is het nog belangrijker om je eigen gezicht en je eigen geluid te laten zien. En kleur is een hele goede manier, denk ik inderdaad, om jezelf te onderscheiden. Ja, ja. Dus niet meer het volgen van de trends wat je om je heen ziet. Dus wat andere ondernemers in jouw branche doen. Dat je denkt van nou, daar zal die persoon wel succesvol mee zijn. Hè, want dat zie je heel veel gebeuren. Dat mensen, succesvolle ondernemers, eigenlijk de stijl en de kleuren gaan kopiëren. Alleen dat werkt gewoon niet. Want wat bij die persoon past, past niet per se bij jou. Ja. Dus blijf echt kijken, continu weer. Vandaar dat ik ook zeg, echt vanuit je hart in plaats vanuit je hoofd. Wat past bij jou en waar gaat jouw energie van stromen? Want op het moment dat dat gaat gebeuren, kom je ook in de flow terecht, waarin je ook de klanten gaat aantrekken die ook echt bij jou passen. Ja, dat En is dat ook is zo. wat je uiteindelijk natuurlijk wil. Uiteindelijk is het eigenlijk een energy game, hè? Ja, klopt. Alles. Een soort, als je een magneet wil worden voor je klanten, dan moet je dingen doen vanuit die goede energie. En dan klopt het ook. Ja. Ja, mooi. Jij gebruikt, jij past het zelf natuurlijk toe. En je helpt je klanten ermee. En je had het ook, we hadden het even een kort voorgesprekje over, dat je het ook in je kleding inderdaad kan terug laten komen. Dat is natuurlijk ook een heel goed idee. Ja, Om klopt. echt niet alleen op je social media en je website, je kaartjes, je hele huisstijl, maar ook je Nou, ook persoonlijke inderdaad stijl. als je zeg maar een netwerkevent hebt of je hebt een leuke retraite waar je naartoe gaat. Op het moment dat je echt de kleur gaat aantrekken waar jij je op dat moment ook goed bij voelt, hè, uit je kleurenpalet. Dan ga je ook echt die kleur leven en dan ga je die energie ook echt overbrengen op andere mensen. En wat er heel veel gebeurt is eigenlijk dat mensen je blijven herkennen aan de kleur die je draagt. Dus niet per se om de dingen die je zegt, maar wel om de kleur die je draagt. Dat roept een bepaalde emotie, dat roept een bepaalde herkenning of gevoel op bij de ander. Waardoor die continu denkt van, oh ja, hey, jij bent van die kleur. En gaan ze veel sneller die link ook met je leggen. En zullen ze ook veel eerder het contact met je gaan opzoeken weer. Ook op het moment dat ze je weer elders gaan zien op een netwerkevent bijvoorbeeld. Dus ja, het is gewoon super slim om dat ook in je kleding te gaan dragen. Ja, dat zeker als je tussen allemaal grijze pakken en grijze buisjes bent, dan is dat natuurlijk heel leuk. En dan is het meteen zo van, oh, dat is die met die, of met een hele opvallende stijl, inderdaad. Ja, ik vind het ook altijd wel leuk om dan net iets anders te doen. Ja. En mij valt het inderdaad ook altijd op. En, als het maar past bij wie je bent, dat is heel erg belangrijk. Dus ook daarin is het weer, hè, kijk niet om je heen wat andere mensen dragen en ga dat dragen omdat je denkt dat dat nu de mode is. Maar durf gewoon echt aan te trekken waar jij je goed bij voelt en wat echt bij jou past als wie je bent, als persoon. Ja, nou ja, superleuk dat je mensen daarmee helpt. En dat doe je door middel van coaching of hoe doe je dat? Ja, ik heb een 1-op-1 zes maanden traject. Dus dat is gewoon, ik werk echt 1-op-1 omdat ieder persoon is anders. Dus vandaar dat ik ook echt 1-op-1 met jou aan de slag ga. En dat we gaan beginnen bij de basis. Dus echt, wie ben jij, waar kom je vandaan en waar wil je heel graag naartoe? Dus echt wel terugkeren in jezelf. En vanuit daar gaan we eigenlijk verder bouwen aan je merk. Want op het moment dat je je basis hebt staan, kan je ook echt gaan bouwen aan je merk. En het is namelijk niet zo dat je het 1 keer neerzet en dat het dan staat en dat is het. Dat je dan klaar ermee bent. Maar het is iets waar je continu aan blijft werken. Je merk groeit echt met je mee. Jij groeit als persoon, maar ook je bedrijf groeit. Dus ja, weet je, je merk groeit als het goed is, als je het goed doet, ook met jou mee. En zal daarin ook veranderen. Dus vandaar dat we ook echt die stevige fundering gaan neerzetten. En vandaar verder gaan bouwen aan hoe ga je dat dan zichtbaar maken en ervoor zorgen dat je op die manier de juiste klanten gaat aantrekken. De klanten die echt bij jou passen, waar jij energie van krijgt, maar andersom de klanten die ook energie van jou gaan krijgen. Want dat gaat er ook voor zorgen dat je, als het goed is, een langdurige relatie met een klant gaat opbouwen. En niet vluchtige relaties, want dat is eigenlijk ook niet wat je wil. Hoe super Nee. gaaf is het als klanten weer bij je terugkomen?
En het ook tegen andere mensen gaan zeggen van hey, als je dit en dit nodig hebt, ja, dan moet je echt bij die en die zijn. Ja. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk heel graag wil creëren. Maar ook welke marketingkanalen ga je dan inzetten? Want op marketinggebied is natuurlijk zoveel te doen en te halen. Nieuwe dingen die er komen. Ja, wat ga je allemaal doen? Dus er zijn heel veel ondernemers die best wel overweldigd daardoor worden. Geen idee hebben en dan ook maar alles in gaan zetten. Ook de dingen waar zij nou, zelf niet heel erg blij van worden, wat uiteindelijk dan ook niet gaat werken. Dus kijken ook echt naar wat past bij jou, zodat je ook krachtig overkomt en daarmee dan ook de mensen, jouw doelgroep gaat bereiken. Ja, en dat is super belangrijk. En wat je zegt inderdaad, je ontwikkelt jezelf als ondernemer, als het goed is, ook continu. Als ik kijk naar, ik ben nu 11 jaar bezig of zo. Ja, ik heb al zoveel verschillende dingen gedaan. En mijn kleur is altijd wel blauw. Mijn basiskleur is altijd wel blauw geweest. Dat is gewoon mijn lievelingskleur. Maar ja, hij wordt wel steeds specifieker. Dat is dan ook wel Ja, grappig. En ja. er is dan goud bijgekomen. En dat is inderdaad wel grappig, waar dat dan weer voor staat. Het gaat natuurlijk over shinen. En Ja. dat is natuurlijk wat ik dan wil, dat mensen in de spotlight gaan en dat ze hun verhaal gaan durven vertellen. Dus dat is ook wel grappig dat het dan zo ook tot uiting komt. En Ja. ja, mooi om daar mensen mee te helpen. Dus nou ja, in die zin, onze missies zijn een beetje aan elkaar gelijnd, zeg maar. En dat is Ja. leuk. Ja, zeker. En ik bedoel, ja, mijn missie is altijd zoveel mogelijk mensen te helpen met zichzelf te laten zien. Dus ja, hoe leuk is het als we dat met z'n allen doen? Kom maar op, inderdaad. Ja, Ja, het toch? maakt niet uit Ja. inderdaad welke achtergrond je hebt of wat je wel of niet gestudeerd hebt, waar je vandaan komt. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat als je echt iets wil, dan kan je dat ook bereiken. Als je echt wilt doorzetten en echt veel voor wil gaan. En dat is ook mijn missie om daar, nou ja, daar andere ondernemers ook bij te helpen. Niet op te geven, maar daarin wel door te blijven gaan. En Ja. te gaan voor je grote droom. Super. Hey, ja, in deze podcast hebben wij het over rijkdom in de brede zin van het woord. Dus dat is het geluk in de kleine dingen, maar ook in de grote dingen. En het gaat ook over geld. En Ja. ja, ik ben heel benieuwd, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou ja, ik ben opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Wauw. En ja, dat hoor je niet meer zoveel. En ja, geld was, kijk, hoe zal ik het zeggen? Geld was iets wat niet heel erg aanwezig was. Ik ben niks tekort gekomen, dat wil ik vooropstellen. En het heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben. Dus dat is alleen maar heel erg mooi. Alleen bijvoorbeeld het echt door kunnen leren, dat was gewoon niet voor iedereen mogelijk. Dus op het moment dat je van de middelbare school afkwam, dan ging je eigenlijk ook werken om je eigen geld te kunnen verdienen. En om ook thuis mee te kunnen helpen met het toch wel wat geld ook te kunnen geven om te helpen aan de vaste lasten. Dat vond ik lastig, geef ik ook eerlijk toe. Want ja, je zag iedereen om je heen, die ging wel verder studeren. En dat wilde ik ook heel graag. Alleen dat zat er gewoon niet in. Maar het heeft me er niet van weerhouden om verder te gaan. En ook daarin stappen te blijven zetten. En dat deed ik eigenlijk door en te werken en te leren. Dus ik betaalde mijn eigen studies. Dus ik werkte veel. En dan was ik in de weekenden of in de avonden deed ik een weekendschool. En zo heb ik eigenlijk verder gestudeerd. Of ik deed eigenlijk via mijn werkgever. Dus ik was ook heel selectief in wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen. Waar wil ik wel werken en waar wil ik niet werken? Ook Ja. van wil ik hier iets mee? Ga ik daar stappen in willen zetten om mezelf verder te ontwikkelen? Dus het heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht, omdat ik heel bewust ben bezig geweest met mijn loopbaan, zeg maar. Ja. En natuurlijk kan je dat niet altijd incalculeren of iets wel of niet bij je past. Dus ik heb ook wel eens een misstapje gemaakt. Maar ik heb heel lang heb ik gewerkt in de HR-wereld als recruiter en HR-adviseur. Ja, en daar heb ik zo ontzettend veel geleerd. En eigenlijk via alle trainingen die ik daar heb gevolgd, ja, sta ik nu ook waar ik nu sta. En terugkijkend op de afgelopen jaren, ja, ben ik daar dus ook wel onwijs trots op. Dus Ja. het stukje gebrek aan geld heeft me er niet van weerhouden
om door te blijven gaan en toch mijn weg te zoeken, zeg maar, naar de plekken waar ik heel graag naartoe wilde. Ja, super. En ook Ja. slim eigenlijk, want ik kom ook uit een familie waar niet per se geld was om te studeren, maar ik heb gewoon de studiefinanciering gekregen. En Ja. dan zit je dus met een gigantische studieschuld op een bepaald Ja. moment. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Dus op zich werken en leren is natuurlijk wel een heel Ja. Ja, slimme mijn manier. vader was niet van, was vooral van geld sparen. Dus al vroeg beginnen met beleggen, geld sparen voor later. Wat ik toen heel stom vond, want ik dacht, ja, hè, we Ja. leven nu. Dan ben je natuurlijk nog jong. Maar achteraf heeft me dat ook veel gebracht. En ja, bleef ik dus niet met schulden zitten. En dat was natuurlijk uiteindelijk ook heel erg fijn. Dus Ja. eigenlijk de mentaliteit van geld sparen voor dingen die je graag wil. Ja, dat heeft mij ook wel heel veel gebracht. Ja, Ja. En het... als je kind bent, denk je van nou, hè? Ja. Maar ja, ik vind het een wijze les hoor om mee te krijgen. Ik denk dat meer ouders dat zouden moeten doen eigenlijk. Ja. Maar. Ja, dus wij moesten altijd sparen voor iets wat we graag wilden. Dus wilde je leren auto rijden, prima, maar dan moest je dat zelf betalen en dan spaarde je er eigenlijk voor. En het gaf je ook een goed gevoel, want je had dat zelf bereikt. En Ja. natuurlijk, waar mogelijk, hielpen mijn ouders ook en kregen we echt gewoon ook wat we nodig hadden. Maar ja, je leverde ook zelf daar een deel aan mee, zeg maar. En dat je gaat ook bewuster om met geld. Ja, en je leert gewoon de eigen verantwoordelijkheid te Ja. krijgen daarvoor. Ik vind het mooi hoor, eerlijk gezegd. Ja. En als jij nu geld hebt, waar geef jij het dan graag aan uit? Nou, in de eerste plaats wel aan mijn eigen ontwikkeling, omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Dat blijf ik ook belangrijk vinden. Iets ook wat ik mijn eigen kinderen mee wil geven. Eigen ontwikkeling, ja, weet je, daar kom je gewoon verder mee. Maar wat ik ook heel erg mooi vind en belangrijk vind, is het maken van herinneringen. Dus door middel van een dagje uit of tripjes maken, vakanties, reizen. Dat stukje herinneringen opbouwen met elkaar vind ik ook heel erg belangrijk. Dus ik zoek het niet echt in de materiële dingen, maar echt wel meer in het stuk herinneringen en ja, goed voor jezelf zorgen. En op die manier zeg maar met mijn geld omgaan. Ja. Ja, mooi. En stel dat jij nog maar één tientje hebt. Ik weet niet of je het ooit. Ja, je hebt leren sparen, dus dan zal je waarschijnlijk niet overkomen zijn. Maar stel. Je hebt nog één tientje. Je weet niet precies wanneer het volgende tientje. Waar geef je dat tientje dan aan uit? Of wat doe je daarmee? Dat is een hele goede vraag. Ik zou het toch investeren, dat tientje, in iets wat me verder zou helpen om weer geld te kunnen verdienen. Oké. Ja, dus ik zou het niet uitgeven aan iets, nou ja, waar ik niet zo heel veel mee kan, wat eigenlijk maar vreugde brengt voor heel korte duur, zeg maar. Ik zou toch dat geld investeren als ik dat kon in iets waarmee ik uiteindelijk meer geld zou kunnen verdienen. Cool. En als je een tientje vindt op straat? Ja, dat is me nog nooit gebeurd. Dat is ook jammer, Ja, misschien hè? moet het universum even uitnodigen. Ja. Hey, zij heeft dat nog nooit meegemaakt. Ja, Ik dat nee. even. Ja, ik denk wel dat ik dat even apart zou zetten. Zo van even kijken wat ik daarmee zou willen doen. Ja. Het is natuurlijk maar een tientje. Het is Ja. natuurlijk niet veel. Nee, we gaan nu over naar het grote geld. Stel nou dat jij een kraan hebt waar gewoon oneindig veel geld uitkomt. Het is niet een miljoen, het is niet een miljard. Het is gewoon, het kan niet op. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja. Ik zou het delen met anderen. De mensen ook om me heen, zeg maar, die om me heen staan. Want van geven, daar word je gewoon niet slechter van. Ik vind het belangrijk om andere mensen ook te geven. Vooral mensen die het ook nodig hebben. Ik zou ook meer investeren in mezelf. Dus om het bedrijf verder uit te kunnen bouwen. Om meer dingen ook uit handen te kunnen gaan geven. En gave dingen ook voor anderen weer te kunnen gaan doen. Voor mijn klanten. Maar ik zou het inderdaad ook wel gebruiken voor mijn kindjes. Dat die ook de mogelijkheid krijgen om verder te kunnen leren. Dus datgene wat ik zelf niet heb gehad, zou ik hun wel daar de ruimte in kunnen willen geven om dat wel te gaan doen.
En ik zou heel graag een vakantiehuis in het buitenland willen hebben. Heb jij Ja. een land waar je het wil? Nee, niet per se. Nee, ik heb niet per se. Mijn vriend komt uit Kenia. Dus we zouden daar wel iets heel graag neer willen zetten, zeg maar. Dus dat zou wel dan zeker een optie zijn. Ja. 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 Maar niet per se nu dat ik zeg van we moeten daar naartoe. Maar ik denk wel dat we dan in Kenia inderdaad zouden gaan investeren in iets ja, wat we ook kunnen gaan verhuren, zeg maar, aan andere mensen. Ja. Voor erbij. Ja, weet je, En en dan. dichter bij de familie aan die kant ook, hè? Dus dat je ook Ja. wat sneller daar naartoe kan. Een stukje werkgelegenheid daar ook weer creëren voor hun. Ja. Dus daar komen natuurlijk veel meer dingetjes bij kijken, ja, waar je andere mensen ook weer bij kan helpen. Ja, super. Ja. Mooi. En hoeveel kinderen heb je zelf? Oké. Twee. Ja. Al heel Ja. bescheiden. Ja. Ook meer dan genoeg. Nee hoor. Ja, nou Ja, ja, gewoon een jongen en ik. een meisje. Dus ik ben er druk mee. Ik heb mijn handen eraan vol. Leuk. Het is een meisje van 4 inderdaad. En een jongen van 3. Dus qua leeftijd ook Oké. lekker dicht bij elkaar. Dus daar zijn we super druk mee. Maar wel ja, heel waardevol. Ja. Ja, leuk. Nou, leuk om daar ook herinneringen mee te creëren. En Zeker. nou, ik heb zomaar het vermoeden dat wat maakt jou rijk dan wel? Dat je dat makkelijk kan beantwoorden. Ja. Nou, zeker ons gezin en ook het leven wat we hebben. Weet je, ik houd van de kleine dingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je daar ook de waarde en rijkdom in ziet. Want hè, hoe groter, hoe meer zorgen je ook weer krijgt. Maar ja, het leven wat we nu hebben, samen met de mensen om ons heen, dat is zeker wel mijn rijkdom. En de kindjes die ik al het geleerde wat ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, mee kan geven. En ook weer kan zien hoe zij zich ontwikkelen. Ja, dat is wel echt iets heel moois inderdaad. Ja. Ja, super. Ja, zeker. Dus dat maakt jou rijk. En Ja. ja, mijn volgende vraag is: wat is jouw goud? En het goud, dat zie ik eigenlijk als al je kennis, je ervaring, je talent, je skills, maar ook al je levenservaring. Dus alles wat je tot dusver hebt verzameld in je leven. Dat is je goud. En Ja. ik geloof erin dat het idee is dat je dat hebt gekregen om dat ook weer door te geven. Je had het straks al over delen. Nou, delen is vermenigvuldigd in mijn ogen. En dus, ja, wat denk je dat jouw grootste goud is? Ik vind dat best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Misschien ook wel omdat ik daar zelf naar op zoek ben. Maar als ik zo hoor naar hoe je de vraag uitlegt ook, dan denk ik wel dat alles wat ik in de afgelopen jaren heb ontwikkeld, heb geleerd, waar ik tegenaan ben gelopen, de successen die ik heb mogen vieren, de stappen die ik heb gezet, dat dat wel mijn goud is. En dat ik daar heel vaak gewoon niet van bewust ben en dat ik dus op zoek blijf. Maar dat ik het eigenlijk allemaal in mezelf heb. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk ook is wat heel veel mensen hebben. Dat je blijft het altijd maar zoeken ergens anders. Omdat het zo dicht bij jezelf staat. Het zit allemaal al in je. En met alles wat ik heb, kan ik andere mensen heel goed helpen. Maar vaak ben je ervan overtuigd dat dat niet zo is. Want ja, we moeten nog zoveel meer leren. We moeten nog zoveel meer trainingen volgen, webinars en noem het allemaal maar op. Alleen hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer je je eigen goud gaat ontdekken en ook ziet dat je echt van waarde bent voor anderen. Ja. En nou ja, ik denk wel dat door alles, de manier waarop ik opgegroeid ben, hoe ik in het leven sta, mijn persoonlijkheid, dat dat wel mijn goud is. Ja, dat denk ik ook. En wat je zegt, dat klopt helemaal. Want we zitten er vaak gewoon, eigenlijk zitten we met onze kont op een hele grote kist met goud. En we hebben het zelf niet door, omdat het zo dichtbij is. Ja. En het is natuurlijk logisch, hè, want je eigen blinde vlekken zie je niet. Nee. Anders waren het geen blinde vlekken. Maar het zit heel dicht bij je en het is vaak iets wat jij zelf super zelfsprekend vindt dat je dat kan of doet. Klopt. Als je het is ook wel een leuke test om eens aan mensen in je omgeving. Ik heb dat altijd in een masterclass noem ik dat altijd een soort van een mini-test. En dan ga je mensen een appje sturen van noem eens drie dingen Ja. waar je voor bij mij zou komen. En dan als je het aan een familielid vraagt, krijg je natuurlijk andere antwoorden als dat je het aan een klant vraagt. Maar het is leuk om te kijken wat mensen dan schrijven.
En het is ook heel interessant om dan te gaan kijken van, klopt dat eigenlijk? Wil ik eigenlijk wel dat ze daarvoor bij mij komen? En Ja. als het niet dus de antwoorden zijn waarvan jij denkt van, hé, dat vind ik fijn, dan heb je werk te doen. Want dan Ja. is het dus iets, dan kan je nog iets met je branding, zeg maar, Ja, om, klopt. om te zorgen dat het helderder wordt van, hé, maar dit is mijn goud. Dit is mijn speciale ding. En in jouw geval denk ik ook dat, dat jouw ervaring als, als HR-manager heel Ja. erg belangrijk is. Want jij hebt gewoon hele grote mensenkennis. Nee, ik Dus. heb dat eigenlijk nooit zo gezien. En dat is heel grappig dat ik daar op gewezen moest worden. Want ik dacht altijd van ja, mijn verhaal doet er niet toe, lekker belangrijk. Maar totdat eigenlijk mijn coach ook zei van, maar heel eerlijk, dat wat je hebt gedaan is eigenlijk wat je nu doet. Ja. En ik heb dat natuurlijk altijd gedaan aan de kant van de medewerker. Dus echt op zoek met hem of haar naar de baan die bij hem of haar paste. En niet lukraak denken van, nou, ga jij dit werk maar doen, want dan heb ik die vacature weer vervuld. Maar echt samen gaan graven van waar ben je goed in, waar wil je naartoe. Zodat je ook hè, een baan gaat accepteren waarin je de mogelijkheid krijgt en kunt pakken om verder te groeien. Dat is nu natuurlijk ook wat ik doe bij het hele ondernemerschap. Met ondernemers. Ja. Dus eigenlijk dat en intuïtief aanvoelen ook van, hey, jij zit op de weg waar je op moet zitten. Of nee, je bent echt met dingen bezig die helemaal niet bij jou passen, maar dat zie je zelf niet. Ja, dat voel ik gewoon echt heel erg aan. Ja. En daar zit wel echt mijn kracht. Ja. Dat is het goud. En Ja. het grappige is dat je dus dan kan je het goud bij andere mensen vinden, maar dan is het nog steeds moeilijk om het bij jezelf te vinden. Ja, En klopt. En dus naar je eigen geschiedenis kijken en jezelf leren kennen, zoals jij het ook mensen uitdaagt om zichzelf te leren kennen, dat is de key, zeg maar. En dan kom je erachter van, oh ja, het is echt een rode draad in mijn leven. En het maakt niet uit wat voor baantjes je hebt gehad of wat voor dingen je hebt gedaan. Zeg, bepaalde aspecten van die banen, daar zit jouw kracht. En dan Ja, merk je, oh, dat vond ik er heel leuk aan. Oh ja, ik vond het heel leuk om uit te pluizen met die mensen samen. Van wat is nou jouw ding? En nu doe je dat ook, alleen op een andere manier. Maar ja. dus, waarschijnlijk is het dat hele verhaal over kleuren, dat is in het verleden misschien ook al eens een keer teruggekomen. Of misschien heb je een hele specifieke voorliefde voor fashion. Of heb je, kijk je altijd Interieurstyling. Ja. programma's over dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik dan heel erg. Ik kijk altijd van die programma over designers en dingen. Ja. Want dat vind ik nou helemaal leuk. En Ja. daar doe ik dan niks mee. Maar ik heb er wel een specifieke interesse voor. Bijvoorbeeld Ja, dingen die klopt. je graag leest. Of krantenartikelen die je opvallen. En daar kan je allemaal uithalen van, hé, waar ga ik nou eigenlijk op aan? Ja. En daar zit vaak het goud. En dan. Ja, het is echt het creatieve stuk eigenlijk ook, hè? Het creatief Ja. waar ook veel kleur in aan te pas komt. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Mijn trajecten zijn ook creatief ingestoken. Dus we gaan niet simpel wat opdrachten doen, maar we gaan het op een creatieve manier doen. Want ik geloof er dan ook in dat je veel meer uit jezelf gaat halen als je echt op die manier, zeg maar, in beweging wordt gezet. Dus dat stuk creatieve, dat vind ik ook heel erg belangrijk. En dat, ja, dat past ook gewoon bij mij. Dat vind ik helemaal leuk om te doen. En op wat voor manier dan? Heb je het dan over tekenen? Of, Nou, dat. Ik kijk altijd wel heel erg met. Mijn creativiteit zit in heel veel dingen. Weet je, als ik Oké. iets zie waarvan ik denk van dat vind ik leuk, dan ga ik uitzoeken hoe ik dat kan maken. En dan ga ik dat ook gewoon proberen. Dus ik heb al echt heel veel verschillende dingen gedaan. Tekenen, handwerken, nou, en noem het maar op. Ook nu met mijn kinderen weer vind ik dat echt heel leuk om te doen. En ik merk ook dat de oudste dat ook echt begint op te pikken en dat hij dat ook heel erg leuk vindt. Dus dat is goed om te zien. Maar in mijn trajecten kijk ik ook heel erg naar wat past bij een klant. Weet je, op het moment dat tekenen bijvoorbeeld bij jou past, dan hoef je niet een goede tekenaar te zijn. Maar als je op die manier jezelf goed kan uiten en jouw verhaal kan gaan vertellen, ja, dan moet je dat zeker op die manier gaan doen. En dan gaan we het ook op die manier doen. Want dan ga je ook echt dieper bij jezelf komen, omdat je dat op de een of andere manier veel makkelijker toelaat Ja. dan dat ik jou iets laat doen waar je niet zoveel mee hebt. Dus ik kijk ook altijd wel van, ja, hoe kunnen we dat gaan voor elkaar gaan krijgen, dat je echt je eigen uitje, zeg maar, gaat afpellen en dichter, steeds dichter bij je kern gaat komen. Ja, leuk dat je daar ook andere tools voor inzet, inderdaad. Ik Ja. gebruik meestal schrijven, maar
Ik loop er ook wel eens tegenaan dat mensen zeggen van ja, maar ik kan helemaal niet schrijven. Dat is niet waar hoor. Iedereen kan schrijven, maar ja, kan je een boek schrijven of kan je gewoon iets, een verhaal schrijven? Dus dan zeg ik ook, ja, dan moet je het gewoon vertellen. Dan spreek je het in en dan komt het er ook uit. Maar dat is inderdaad wel goed om te kijken naar van nou, de een doet het zo en de ander kan het inderdaad in tekeningen of bijvoorbeeld met collages, vind ik altijd ook heel leuk werken. Ja, ook wat we doen, ja. Moodboards en dat soort dingen maken. Dan zorgt ook dat mensen even uit hun hoofd even komen. Dus Ja. ja, leuk. Hey, Vooral dat inderdaad, echt vooruit je hoofd komen. ja, dat is eigenlijk waar het vaak gewoon misgaat. Dus dat is dan veel te veel erover na gaan denken. En nou, dat is inspirerend. En dat is meteen mijn brugje naar inspiratie. Waar haal je dat allemaal vandaan? Ja. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete boek. En waarom dat jouw favoriete boek is? Nou, daar moest ik wel even over nadenken, want ik heb niet per se een specifiek boek waarvan ik denk van, wow, daar ga ik echt op aan. Ik heb eigenlijk wel, ik lees heel veel. Ik hou echt van lezen. Ik hou ook echt van lekker de papieren boeken nog. Oké. Lekker erin kunnen duiken en mijn Old school. eigen, ja, lekker oldschool. Ik heb ook wel een e-reader, maar die gebruik ik heel weinig. Eigenlijk meer als ik op vakantie ga, zodat ik meer boeken mee kan nemen dan mijn tas kan dragen. Maar het boek wat eigenlijk wel elke keer naar boven komt, is het boek van vreugde. Zo heet hij ook, het boek van vreugde van Desmond Tutu en de Dalai Lama. En daarin gaat het ook echt om vreugde in je leven en hoe belangrijk dat is. Het stuk positiviteit, het met twee benen in het leven staan, de dingen doen waar jij blij van wordt, dat dat zo belangrijk is en dat dat je verder gaat helpen. En ja, weet je, dat merk je ook wel. Op het moment dat je de dingen doet waar jij blij van wordt en omgaat met de mensen die daar ook helemaal bij passen, dan groei je ook echt als mens. En dan, ja, weet je, dan gaan dingen ook vanuit flow. En ik zeg niet dat het leven altijd lachen is en leuk en blij zijn. Maar ik denk wel dat als je het opzoekt en op die manier ook de situaties benadert die je tegenkomt in je leven, dat het je wel heel veel gaat brengen. En vandaar dat dat boek eigenlijk, dat blijft altijd wel in mijn hoofd zitten, dat ik dat een heel waardevol boek vond om te lezen. Ja. Leuk, ja, ik heb het ook in Ja. mijn kast staan. Ik heb het volgens mij niet gelezen. Oh ja, Ik nou, zeker een vind gewoon, aanrader om te vind doen. alleen de titel al tof, weet je Ja, wel. Ja, ja. ik bedoel, fantastisch. En het sluit heel erg aan ook bij hoe ik het ook zie. Weet je wel, ik noem het dan, wat maakt je rijk? Dat gaat er Ja. ook over. Wat geeft je energie? Waar word je blij van? En do more of what makes you happy. Ik zet dat Ja. overal op. Do more of what makes you happy. Als je volgt wat jouw energie geeft en daar aandacht aan gaat geven, dan groeit dat. En dan wordt je leven gewoon leuker. En ook al is je leven dan zwaar, dan compenseert het tenminste een beetje dan. En ja, ik geloof daar ook echt heilig in. En ik ben heel blij dat jij dat ook zo ziet. Want we hebben meer mensen nodig die dat de woord verspreiden wat dat betreft. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja, ik denk wel dat je, hè, door op die manier in het leven te staan, dat je dan ook de klappen waar iedereen mee te maken krijgt in zijn of haar leven ook draaglijker kan maken. Het zal niet makkelijker worden, maar wel draaglijker. Dus ja, zo sta ik wel echt in het leven, inderdaad. Ja, Ja. mooi. En heb jij ook een voorbeeld? Dat mag een ondernemer zijn, maar het mag ook heel iemand anders zijn. Iemand die je bewondert. En waarom bewonder je diegene? Ja, een beetje obvious, maar dat is echt wel Oprah Winfrey. En dat is wel omdat zij heeft natuurlijk een super lastige jeugd heeft zij gehad. Maar dat heeft haar ook echt niet weerhouden om te staan waar zij nu staat. En eigenlijk ook door heel gewoon te blijven. Het is niet iemand die zo dramatisch veranderd is, waardoor ze onbereikbaar is geworden. Maar ze is nog steeds bereikbaar voor eigenlijk iedereen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Dus daarin is zij zeker echt een voorbeeld voor mij, dat je door je stem te laten horen ook echt iets kan betekenen voor anderen. Maar dan moet je hem wel laten horen, want anders dan kan je er niks mee. En dat is ook wel wat ik meegeef in mijn trajecten, dat iedereen heeft wat te vertellen. En er zijn meer dan genoeg mensen die op jouw boodschap aangaan, als je het maar gaat vertellen. Dat is heel erg belangrijk. Ook een Ja. wijze les voor mij. Hè, dat heeft iedereen. Maar ja, weet je, zij heeft dat wel zo neergezet dat zij echt een inspiratiebron is voor heel veel mensen in de hele wereld. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, dat snap ik.
En ze wordt vaak genoemd inderdaad. Dat is niet voor niets natuurlijk. En Nee. ik zat in één keer te denken van... het is natuurlijk ook helemaal niet zo gek dat jij dat ook heel belangrijk vindt. Want als je uit een gezin met 9 kinderen komt... dan is het nogal een uitdaging om je stem te laten horen, lijkt me. Ja. Ja, klopt. Ja, ik was een Dus, van de jongsten. Dus ik heb nog een jonge broertje en een jonge zusje onder mij zitten. En dan is het zeker lastig om je stem te laten horen. ja. Maar ik ben eigenlijk altijd mijn eigen weg gegaan. Dus ik heb altijd mijn eigen weg. Ik hield van reizen. Ik ging ook op mijn 17e, heb mijn koffers gepakt. En ben ik ook naar Griekenland gegaan om daar te gaan werken. 3 jaar lang, weet je. Ik deed ook echt wel wat waar ik blij van werd. En wat ik gewoon wilde, ook al... Kreeg ik daar niet altijd de steun voor? Was dat niet altijd waar mensen heel blij van werden? Maar ik wel. Dus dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Dus eigenlijk op die manier, dat is ook een rode draad die door mijn leven loopt, laat ik ook altijd mijn stem horen door echt mijn hart te volgen. Ja, dat is wel stoer hoor, om op zo'n jonge leeftijd naar Griekenland te gaan. Die taal. Ja. Ja. Nou, waar Ja. ging je heen in Griekenland? Naar Kos. Ah! Fietseiland Kos, ja. Ja, oh Ja. leuk. Ja, daar ben ik ook wel geweest. Kos. Ja, en Dat is daarna ook... ook veel reizen alleen gemaakt. Dus eigenlijk wereldwijd, zeg maar. En super spannend, altijd heel spannend. Als ik dan op de luchthaven stond, dacht ik ook echt... Oké, waar gaan we weer aan beginnen? Maar toch de stap zetten en ervoor gaan. En ja, weet je, het heeft me de mooiste dingen gebracht. En daar is ook wel de liefde voor de verhalen van andere mensen... is daar echt wel ontstaan en gegroeid. Dat ik dacht van ja... Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal te vertellen. Ja. En kan daarmee de wereld een stuk mooier maken. Wat is een reis die jou veel geleerd heeft, waar je echt zegt van nou, dat is wel een van de meest bijzondere. Ja, ik denk dat dat wel de reis is naar Vietnam. Vietnam is echt Azië in het klein. En ik vond het fantastisch. Zoveel mensen, zoveel de cultuur. Ik vond het een hele mooie, inspirerende reis. Dat heeft me persoonlijk heel veel gebracht. Ja, dat denk ik ook met heel veel liefde, denk ik, daarom gaan terug. Het contact wat je makkelijk maakte met andere mensen daar. Mensen die geïnteresseerd zijn in jou. Niet omdat je blank bent en daardoor rijk, zeg maar. Want dat is natuurlijk wat ze heel gauw denken. Maar vooral ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Van wie ben je, waar kom je vandaan? Dus dat, ja, supermooie gesprekken ook altijd daar heb gehad. Tof. Dus ja, dat was voor mij een hele waardevolle reis inderdaad. Ja, ik ben ook gek op reizen. En ik vind het ook leuk dat jij ook in je eentje gereisd hebt. Want dat vind ik namelijk heel leuk, in je Ja. eentje reizen. Ja. Ja, dan, ik vind ook dat altijd dan de ontmoetingen veel sneller gaan. En ook veel, Klopt. ja, op een of andere manier veel dieper. Omdat als je met iemand anders bent, ben je toch een beetje ja, op elkaar gericht, afgeleid. Ja. Leg je minder snel, vind ik, minder snel contact. En Klopt. dat vind ik echt wel boeiend aan alleen reizen, inderdaad. En Vietnam staat nog steeds op mijn lijst, maar Zeker aanrader. Ja, het is echt een ja. prachtig land. En ik ben van het zuiden naar het noorden gereisd. Ook de trektochten, zeg maar, gemaakt daar in het hoger gebied. En het is echt fantastisch om daar naartoe te gaan. Dus het is echt zeker een aanrader als je daar nog niet bent geweest. Ja. Nee, nou, oké, ik ben weer helemaal, enthousiast, maar mijn lijst is zo lang. Ja. Verschrikkelijk, maar ik vind het altijd heerlijk als ik weer iemand spreek die ook heel erg van reizen houdt en ook in de eentje durft. Want dat is nog wel, daar word ik nog wel eens op aangekeken van, goh, nou dat je dat durft. Ik denk, nou, dat is helemaal niet moeilijk. Het is alleen, nou ja, soms heb je wel eens inderdaad op een luchthaven dat Tuurlijk. je denkt van, waarom wou ik dit? Ja. Maar ik heb nou trouwens, ik heb het niet zo vaak, ik had het meer op van die gammele boten, dat ik dan dacht, oh ja, oké. Okay. Ik Ja. vind niet Ja, je altijd bent de reis echt leuk. aangewezen op jezelf. Ja. En dat maakt je als persoon echt wel sterker, zeg maar. Dus ik denk wel dat ik altijd op die manier mijn stem heb laten horen. En mezelf heb laten zien. Ja, want dat is gewoon wat bij mij past. Ook het stukje pionieren, ervoor gaan. De Ja. sprong in het diepe wagen. En dat is nu ook wat ik met het ondernemerschap doe. Ik kom echt niet uit een ondernemersgezin. Niemand bij ons onderneemt. Ja, vriendinnen eigenlijk ook niet. Vrienden niet. Dus het is... In dat opzicht ook dat mensen iets hebben van ja, het zal wel, dat is Annelies Ja. weer. En het gekke is ook dat mensen er ook allemaal weer op vertrouwen dat dat ook goed komt, zeg maar. Dus dat is dan ook wel weer door de jaren heen is dat gegroeid. Dat mensen dat vertrouwen ook hebben van oké, Annelies die doet dat. We hoeven niet helemaal panisch te zijn
dat niet goed gaat komen, zeg maar. Dus dat is ook leuk om te zien. Oh, dat is wel cool. Dat ze echt dat je al bewezen hebt van dat je niet in zeven sloten tegelijk loopt. Nee. En dat je gewoon als je iets wil, dat je ervoor gaat. En dat je Ja. leuk. Dat vind ik wel Ja. tof om te horen. Want het is, ja, dat is natuurlijk wel vaker zo. Dat je ja, als ondernemer toch een beetje eenzaam voelt. Omdat ze niemand je snapt. En ja, mensen denken van nou, moeten we nog maar zien of ze het 5 jaar uithouden. Weet je wel, die vibe. En Ja. daarom gaan ondernemers natuurlijk ook heel graag met ondernemers hangen, want dan snappen ze elkaar tenminste een beetje. Ja. En als je echt uit zo'n helemaal omgeving komt die dat niet gewend is, dan is het best wel spannend. Leuk. Ja. Als mensen jou echt zouden kennen, wat zouden ze dan over jou weten? Dat gastvrijheid bij mij echt wel voorop staat. Ik vind het heel erg belangrijk om mensen te ontvangen, maar ook een goed gevoel te geven. En ook heel erg in hun waarde te laten. Dus bij ons gaat dat thuis al heel snel met, hè, je komt gezellig mee eten, lekker koken, lekker verzorgen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ik vind het altijd belangrijk dat mensen een heel welkom gevoel krijgen. En dat ze ook het gevoel hebben van er wordt ook echt naar mij geluisterd. Ik weet ook dat ik heel veel zelf kan vertellen. Dus ik wil ook altijd heel veel delen. Dan mag ik soms wat meer op de rem trappen van oké. Okay. Maar dat is wel om ook mensen, andere mensen te inspireren. Maar echt het stukje sociale, het er zijn voor anderen, dat is wel echt wat bij mij past. Ja. Oh, mooi. Ja, nee, maar ja, ik herken dat ook wel een beetje. Ik ben niet, ik zou mezelf niet als een super gastvrij iemand beschouwen, maar wel. Gastvrij in over jezelf vertellen, zodat je de drempel voor de ander verlaagt om ook te delen. Ja, dus echt het comfortabel voelen. Ja. En dat je weet van oké, okay, dit is een vertrouwde omgeving. En ik kan hier ook zeg maar mijn woord kwijt, mijn ding Ja. vertellen, mijn ding doen. Je eigen kwetsbaarheid laten zien om de ander Ja. ook dat te laten voelen van hey, weet je wel dat. Ja, en de ruimte ook geven om. Hè, ik hou er heel erg van om creatief te zijn. En heel veel mensen denken dat ze niet creatief zijn. Maar bij iedereen Ja. zit dat er toch wel in op de een of andere manier. En ik vind het juist leuk om dat ook naar boven te halen. Omdat je ook heel vaak daar je gevoel in kwijt kan. Dus op het moment dat je het dan even niet kan vertellen, ja, dan kan het zijn dat je door lekker te gaan kleuren of iets anders te gaan doen, dat wel gaat gebeuren. Ja. En juist dat opzoeken en iemand ook dat vertrouwen te geven van, weet je, dat wat je doet, dat mag er zijn. Op welke manier dan ook, dat maakt niet uit. Ja, weet je, dat brengt mensen ook wel heel erg veel. En dat vind ik heel leuk om te zien. Daar zit ook wel echt mijn kracht. Ja, dat is Ja. inderdaad ook een mooie vorm van gastvrijheid. Ja. Dat is leuk, ja. We hadden het al een beetje over levenslessen. En ik ben heel benieuwd, wat is jouw, ja, wat zie jij als een van jouw grote inzichten of levenslessen? Keerpunten in je leven waardoor je denkt van hey. Nou, ik denk wel dat het maakt niet uit waar je vandaan komt, of je de ruimte krijgt om verder te studeren of niet. Het hoeft je niet ervan te weerhouden om verder te komen in je leven. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan denken van oké, het is niet voor mij weggelegd. Ik ga dit of dit werk doen. Heel simpel. En hier blijf ik mijn hele leven vastzitten, totdat ik met pensioen mag gaan. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want je kan ook linksom of rechtsom bereiken wat je wil bereiken. Door de Ja. juiste mensen aan te haken. En door het niet alleen te willen doen. Want op het moment dat je alles alleen wil doen, dan gaat dat je ook gewoon belemmeren. Maar juist wel de mensen om je heen op te zoeken. Ja, daar kan je gewoon heel erg ver komen. En dat is wel wat ik in de afgelopen jaren ook heel erg heb ervaard. Door juist die mensen aan te haken. Door juist wel ervoor te kiezen om ervoor te gaan. Ja, dat ik ook gewoon nu sta waar ik sta. En ik ben er nog lang niet, daar waar ik naartoe wil. Want ik heb ook echt wel een stip aan de horizon. Maar ik weet ook dat ik daar ga komen. En dat zal niet makkelijk zijn. Het zal met vallen en opstaan zijn. Maar dat is helemaal oké. Want ook daarin groei ik weer als mens. En die lessen kan ik weer meegeven aan andere mensen om me heen. Dus ja, mijn grootste levensles is wel, laat je vooral niet belemmeren door dingen die niet kunnen.
Hè? Als jij er zo over denkt. Want er is altijd een weg als je het echt wil. Ja, en het zijn ook allemaal maar verhalen, hè? Van ja, ik ben nou Ja. eenmaal zo. Ja, ik heb dat nou eenmaal niet van huis uit meegekregen. Nou, als dat dan zo is, dan is het inderdaad, nou ja, kan je. Dat is natuurlijk wel makkelijk van deze tijd, hè? Dat je gewoon in principe, ja, je kan alles leren. Je kan alles gratis leren als je wil. Dus als je ergens kennis ontbreekt, nou, dat is niet heel moeilijk. Dan ga je gewoon naar vriend Google en dan komt het allemaal goed. Maar het is inderdaad die mindset van, hey, daar, ik laat me niet beperken door whatever, die je helpt om verder te komen. En Ja. ook denk wel de ervaring. En dat je dan merkt van, oh ja, dat werkt dan als ik dat doe. Ja, klopt. Ja. En dat is Ja, ook ik misschien. heb heel lang geleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En ook dat had ik een beetje weggestopt, heel grappig. Maar dat heeft dit eigenlijk ook wel mee te maken. En dat was voor kinderen die tussen de 10 tot 14 jaar, die uit wel wat meer de achterstandswijken kwamen van de plek waar ik destijds woonde. En die kregen dat ook vanuit huis niet mee, want de ouders hadden dat ook niet meegekregen. En dan was het eigenlijk gewoon heel simpel. Je gaat of in de fabriek werken, of je wordt dokter of rechter. Dus die twee uitersten. Kan je goed leren, dan ga je dat doen en kunnen we het betalen. En is dat niet zo, ja, dan kom je al snel in de winkel of in een fabriek terecht. Maar juist wat wij deden was echt op de weekendschool, dus op de zondagen kwamen ze dan bij ons. En dan begeleid ik de kinderen dan om te laten zien dat er zoveel meer is. Als je maar weet wat je kan en wat je wil en waar je talenten liggen, kan je die verder gaan ontwikkelen. En dat motiveert je dan ook om verder te gaan leren. Ja. Want heel vaak door wat je thuis meekrijgt, zeg maar, kan dat ook ervoor zorgen dat je niet gemotiveerd bent om verder te leren. Omdat je denkt, ja, voor mij is dat toch niet weggelegd. Dus ik kan dat niet, laat maar zitten. Ja. En dat is eigenlijk wat wij ook daar leerden. De kinderen sloten zich dan 3 jaar daarvoor aan en kregen daarin heel veel verschillende beroepen te zien. We gingen er naartoe, ze kwamen bij ons, de professionals, en dan gingen we echt ook interactief aan de slag. Zodat ze ook ja, op een laagdrempelige manier kennis konden maken met het vak. En ze mochten alle vragen stellen die ze wilden, waarbij de eerste vraag altijd was: wat verdient het? Dat was heel Ja. grappig. Maar je gaat dan heel erg zitten op, hè, wat wil je eigenlijk en waar wil je naartoe? En als je dat al zo jong doet, dan ga je de kinderen ook echt motiveren om verder te gaan en door te gaan leren ook, zeg maar, jezelf ontwikkelen naar richting de droom waar je naartoe wil. Ja. Dus je verbreedt eigenlijk veel meer de horizon van zo'n kind. En ja, dat is wel eigenlijk wat ik anderen ook mee wil geven. Ga echt je horizon verbreden en ga op onderzoek uit. Op het moment dat je denkt, ik wil iets heel graag, maar ja, ik heb daar nog wel wat voor te doen. Ja, nou, ik vind het idee ook wat je zegt van gewoon vragen stellen en uitproberen. En weet je, want hoe weet je nou of advocaat leuk is? Ja, je hebt een idee van, oh, dat verdient heel veel geld en maar dat kan ik helemaal niet, want rechtsstuderen is heel moeilijk of weet ik wat. Maar als je dan in gesprek gaat, dan ontdek je van, hey, oh, ja, Ja. als ik kijk naar mijn eigen carrière, nou, heb echt zoveel verschillende banen gehad. Maar Ja. grappig is dat ik altijd dacht van, oh, maar er zit ook geen rode draad in. Ik heb zomaar wat gedaan. Mijn cv is echt, als ik die durf niet eens de ergste laten zien. Want dan zeggen ze van, nou, dat mens weet echt niet wat ze wil. Maar ik Nee. kwam er dus achter, er zit een hartstikke rode draad in. Want het gaat allemaal over storytelling. Ja. Alles wat ik gedaan heb gaat over storytelling. Terwijl het hele verschil, ik ben producer geweest en ik heb een secretaresse van een advocatenkantoor. Hele verschillende dingen. Dat is ook een beetje het lastige van eigenlijk de hele HR-wereld en alles, vacatures, banen. Die worden heel erg zo van, nou, dit moet je daar allemaal voor kunnen. Terwijl als je Ja. kijkt naar de losse aspecten, weet je wel, waarom vind je het leuk om achter een receptie te staan? Nou, misschien vind je het leuk om met mensen te in contact te komen en ze te helpen met de eerste vragen die ze hebben. En helemaal niet omdat je receptionist wil zijn, maar omdat je dat leuk. Nou, dan zou je ook een heel ander soort baan kunnen hebben. Maar Ja, omdat klopt. dat zo heel afgebakend is, leer je niet outside the box denken. En, want wat Nee. vond ik aan advocatuur leuk? Dat de advocaten, dan moest ik helpen om een pleidooi te typen. En dan mocht ik daarna, ik was dan een van de weinigen die dat leuk vond, mee naar de rechtbank en dan horen hoe ze dat pleidooi gingen geven voor die rechters. En daardoor, dat was een soort toneelstuk. En dat was ook Ja, mooi. storytelling. Dat was het verhaal van de cliënt,
Het is boos, blablabla, ja. En dan moest dat in een verhaal verteld worden, die emoties moesten eruit. En dan vervolgens gingen ze dat toneelstukje eigenlijk. En dat vond ik dus fantastisch. Ja. Dat ze dat die emotie konden vertalen naar een verhaal waar die rechter dan iets mee kon. En eigenlijk ben je dus al die jaren al onbewust bezig geweest in verschillende banen met het hele storytelling, wat je nu ook Ja. doet. Ja, dus, en dat had ik eerst niet door. Dus dan moet Nee. je, dat is dus ook daar, dat is weer waarom zelfkennis zo belangrijk is. Je moet Ja. echt uitzoomen en dan kijken, welk aspect vond ik daar nou zo leuk van? Klopt, ja. En als je dat gaat ontdekken, dan ga je ook zien van, hé, oh, er is echt wel een rode draad. Ja. Want jij zegt nu, komt in één keer op over dat vrijwilligerswerk. Nou, wat zit daar allemaal in? Ja. Mensen meekijken, horizon verbreden, empowering, Ja. al die dingen. Bij creativiteit, hè? Want creativiteit is natuurlijk niet alleen maar kunstzinnig zijn. Dat denken ook Nee, heel veel mensen. ja. Ja, ik ben niet kunstzinnig. Nee, maar je kan wel bijvoorbeeld oplossingsgericht denken. Dat is ook creativiteit. Ja, klopt. Ja, het zit in Dus, heel veel hoeken. Ja. ja, dus als je dan op zo'n manier ernaar gaat kijken, dan zie je ook veel meer potentie in één keer. Het Ja. is, we zijn echt een beetje, door dat hokjesdenken zijn we echt een beetje afgestompt eigenlijk. Dus het is heel leuk om te gaan kijken van, hé, hey, oh, maar als ik het niet op die manier, wat is nou zo leuk aan advocaat zijn? Oh, ik vind dit er leuk aan, dat er aan. Oh, misschien zit dat ook in een andere, misschien moet je inderdaad dan wel ondernemer worden en dan gaan op de bres gaan staan voor mensen. En is dat dan wel je ding? Weet ik veel. Ja, weet je, je Dus krijgt natuurlijk eigenlijk al vanuit school krijg je dat heel erg mee. ja. Van, nou, ik zie dat nu bij mijn dochtertje, die is dan net naar school gegaan. En dan zie je al heel erg dat op het moment dat je een gesprek hebt met de lerares, dan is het van ja, dit en dit kan ze allemaal nog niet. En ik denk dan echt, ja, maar wat kan ze allemaal wel? Dat Ja. is eigenlijk wat ik wil horen. Ja. En kijk, ze zit nog maar net op school. Maar er wordt ook altijd heel veel focus gelegd op wat we niet kunnen. Ja. En hoeveel fouten je maakt in een proefwerk of wat dan ook. Hè? Je hebt zoveel fouten, maar niet je hebt zoveel dingen goed gedaan. Ja. En ik denk dat we daar veel meer de nadruk op mogen en moeten leggen. Om ook mensen echt in hun kracht te gaan zetten. Want dan krijg je ook niet die vervelende stemmetjes die zeggen van ja, dat kan je niet. Want weet Ja. je, dat verdwijnt eigenlijk veel meer. En daar hebben we als mensen natuurlijk heel erg mee te dealen. Dat we altijd maar zitten in wat we niet kunnen. Maar wat kunnen we allemaal wel? Ja. En daar is nog zoveel winst te behalen. En dat gebeurt al heel erg op school. Maar ook als ouders moet je daar natuurlijk heel erg rekening mee houden. Altijd gewoon kijken naar wat doe je eigenlijk allemaal wel goed. Ja. En dat is ook in het ondernemerschap. Kijk ook naar de dingen die wel heel erg goed gaan. En ga dan kijken van de dingen die niet goed gaan. Is dat iets waar ik energie van krijg? Of moet ik dat lekker door iemand anders laten doen? Ja, joh, precies Ja. dat. Ook zo, weet je wel, dat op school dan van een ik was niet goed in rekenen. Ja, dan moet je dus bijles gaan krijgen, bijvoorbeeld in rekenen. En dan word je eigenlijk, dan zit je daar zoveel aandacht aan te besteden, dat je dus voor die andere vakken ook allemaal medium wordt. Terwijl Ja. dat je daar eigenlijk heel goed in was. En ik denk, ja, dat is toch een slecht idee. En Ja. in business precies hetzelfde. Want als je dan ontdekt van, hé, nou, ik vind dat heel erg leuk, ga je daar gewoon heel veel de nadruk op leggen. Dan groeit dat, dan wordt dat alleen maar beter. En al die dingen die je niet zo goed kan, die ga je dan gewoon lekker uitbesteden. Dat is ook fijn, want er zijn genoeg mensen die dat dan weer leuk vinden om te doen. Ja, ik zie het altijd als een puzzelstukje. Ja. Ja, een puzzelstukje heeft natuurlijk de inhammetjes en de uitsteeksels. En daar, het uitsteekseltje, daar ben jij super goed in. Dus daar moet je ook lekker mee aan de slag. En je moet niet bezig zijn met dat gat gaan zitten vullen. Dat moet je op laten vullen door iemand anders die daar heel goed in is. Want dan Ja. ga je eigenlijk die puzzel compleet maken. En ervoor zorgen dat er meerdere mensen in hun kracht komen te staan. En dat jij de dingen kan doen en blijven doen waar je gewoon heel erg blij van wordt. En waar je gewoon goed in bent. En andere mensen dus ook goed bij kan helpen. Ja, helemaal mee eens. Waarom zou je ook het werk wat iemand anders leuk vindt over gaan nemen met een chagrijnige bek? Ja. Terwijl dat iemand anders daar super blij van wordt. Dat is toch Ja, eigenlijk vooral dat niet doen. stelen. Ja, klopt. Ja, Ja, klopt. maar goed, ja, mooi. Leuk, ik vind het interessant. En ik ben ook wel benieuwd, we hadden het ook al eventjes over levenslessen en over dat je natuurlijk allerlei dingen in je leven meemaakt. En een van mijn lievelingsthema's naast rijkdom en goud, dat is veerkracht. En dus ik ben benieuwd, wat is in jouw ogen veerkracht en kan je dan leren?
Ik denk dat alles te leren is. Het ene wel meer dan het andere. Ik denk wel als je er bewust mee omgaat, dat je het jezelf gaat aanleren om iets te doen. Dus ik denk zeker dat het te leren is. En voor mij is veerkracht wel echt meegaan met hoe de wind eigenlijk waait. En wat ik daarmee bedoel is wel dat het ondernemerschap is voor mij echt een heel groot avontuur. En ik denk ook dat dat de reden is dat ik ben ingestapt, omdat ik daar ook al naar op zoek was. Niet het moeten doen wat een ander zegt, maar vooral het kunnen ontdekken wat ik wil ontdekken en de dingen leren die ik graag wil leren om mijn eigen pad verder te kunnen uitstippelen. En ik denk dat je daar heel veerkrachtig in moet zijn, want het gaat echt met vallen en opstaan. Ik heb niet altijd een leuke dag. Het gaat niet altijd vanzelf. Dus ik denk als je daar heel veerkrachtig in bent en daarin mee kan veren, dat het goed gaat komen. Maar kan je dat niet, ja, dan zal het heel pittig zijn. En zal je ook eerder zeggen van ja, ik ga ermee stoppen, want dit brengt me niks. Maar voor mij is dat het stukje veerkracht wel dat je, hè, dat je ook echt wel even een baalmoment mag hebben en zegt van oké, het werkt allemaal niet en ik ben er echt even klaar mee. Maar veer ook weer op, want we moeten ook weer verder. En die momenten van het gaat even niet, moeten eigenlijk kleiner worden in contrast met wat wel goed gaat. En de successen die je wel behaalt en de stappen die je zet. Ook al zijn het kleine stappen, maakt niet uit als je maar in beweging blijft. Dus eigenlijk die veerkracht van het allemaal even niet meer zo leuk vinden naar het snel weer opveren om er weer voor te gaan en door te blijven gaan. Ja, dat is wel echt veerkracht. En ik vind dat je dat heel erg leert als je in het ondernemerschap zit. Absoluut, absoluut. Ja. Ik vind het ook mooi wat je zegt. Af en toe moet je even terugkijken. Even kijken van, hé, hoe ver ben ik eigenlijk al gekomen? Wat Ja. heb ik eigenlijk allemaal al gedaan? Wat is er allemaal al wel gelukt? In plaats van inderdaad, kijk, natuurlijk kan je, ja, ik weet het nu inmiddels ook wel na 11 jaar, van nou, het is echt al vallen en opstaan is het. Ja. En dat wordt niet vaak gezegd, hè, want je hoort dan allemaal van, oh ja, succesvol ondernemer, oh, fantastisch, geld klotst tegen de plinten op. Dat is gewoon niet altijd zo. En daar Nee. moet je ook real in zijn, dat het ook gewoon af en toe zit. En kijk, het feit dat je de vrijheid hebt om alles te kunnen doen wat je wil, dat maakt ook dat die keuzes maken van wat ga ik dan doen en hoe ga ik het dan doen en wat is dan mijn manier en Ja. hoe wil ik het dan, weet je wel, wat jouw ding natuurlijk ook is over de personal branding. Hoe ga je dat dan naar buiten laten zien en wat past daar dan allemaal bij en welke keuzes moet ik daarin maken? Nou, allemaal lastige vragen. Dus in die zin is het best wel, het is niet makkelijk. Nee, Is het zeker niet? niet. Nee, Maar zeker. het is Je bent heel erg op tof. jezelf aangewezen. Ja, Ja. en het is, Ja. kan ook heel eenzaam zijn. Dus Ja. in die zin, het is zeker niet de makkelijkste weg, maar het is wel een hele leuke weg ook. En wat je zegt, dat avontuurlijke. Ja, Ja. dat is ook een van de redenen waarom ik het wil. En omdat ik gewoon dacht, jeetje, andere mensen zijn aan het bepalen hoe mijn dag eruit ziet. Dat vind ik niet Ja. oké. Okay. Ja. Dat Nou, gevoel. waar ik vooral wel tegenaan liep, was het feit dat ik dan mijn creativiteit losliet en met leuke ideeën aankwam. En dan gingen andere mensen ermee aan de haal. Dus dan werd er gezegd van nou, kunnen we nu niet uitvoeren of bla bla. En dan op een gegeven moment hoorde ik het toch voorbij komen. Ik dacht van, oh ja, oké. Nou, dit is volgens mij iets wat ik een keer geopperd heb. Oh. Dus eigenlijk die ruimte, die vrijheid, zeg maar, de ruimte krijgen om daar je dingen in te kunnen doen, daar liep ik heel erg tegenaan. En Ja. dat belemmerde eigenlijk mezelf ook heel erg in mijn groei, zeg maar. Dus dat was voor mij wel een hele grote reden om zelf te gaan ondernemen. Ja. Ja, je gaat het gewoon niet meer zeggen op een gegeven moment. Denk je van, nou, dan Nee. krijg je mijn ideeën ook niet meer, want Ja, ik nee. toch. Dus dat Ja. gevoel van, ja, dat snap ik wel. Dat is ook, maar dat is gewoon het niet gehoord en niet gezien worden, hè? Dat is gewoon Ja. Ja, dat is best ook bij wel heel veel pittig, ja. bedrijven natuurlijk gebeurd, hè? En dat, Ja. ja, daar kan je ook niet altijd heel veel aan doen. Maar dat is wel wat bij heel veel bedrijven gebeurt, dat je dat keer Ja. op keer weer ziet, inderdaad. Ja. Ja, nou, je kan er een heel belangrijk ding doen, is zeggen, nou, dan ga ik lekker mijn eigen plan trekken. En dat heb jij gedaan, dat is super En dat tof. heb ik gedaan, ja. En nou, we zijn bijna aan het eind van het gesprek. Wat mij betreft heb ik nog twee vragen voor je. En de eerste is, wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Oh. nou, ik ben op dit moment ben ik een boek aan het lezen over podcasten.
Want dat is wat ik heel graag wil gaan doen. Ik merk dat ik dat super leuk vind. Ik vind het ook heel leuk om in deze podcast aanwezig te zijn. En nou, ik hou heel erg van mensen inspireren en lekker meenemen en daardoor ook te motiveren om met zichzelf aan de slag te gaan. Dus ja, er gaat een podcast komen. Dus daar ben ik nu een boek over aan het lezen van wat is dan slim om te doen? Hoe ga je dat aanpakken? Want ik vind het altijd wel fijn om met een plan te komen. Dus niet vanuit, ook dat doe ik wel eens, maar hierbij heb ik wel zoiets van ik wil het ook echt goed gaan doen. Dus ik wil wel echt met een plan komen en wat is slim. Dus daar ben ik nu een boek over aan het lezen, inderdaad. Wat kijk Interessant. ik? Ja, wat kijk ik eigenlijk? Niet zoveel. Nee, op dit moment niet. Ik heb niet specifiek iets wat ik nu kijk, zeg maar. Ik ben niet zo heel erg van de televisie kijken. Hier en daar wel eens gewoon lekker een serie, omdat ik mezelf daartoe moet verplichten om eventjes uit mijn bubbel te komen, zeg maar. Maar wat ik eigenlijk wel het meest kijk, is het kan of heel simpel zijn dat het nergens over gaat, omdat ik gewoon mijn hoofd leeg wil maken en er niet over na moet denken, of echt wel iets met wijze levenslessen. Dus dat kan een film zijn of of een goede serie. Nou heb ik er laatst eentje gekeken. Dan ben ik alleen. Volgens mij was dat The Queen of Jerusalem, een serie op Netflix. Die vond ik ook wel echt heel mooi. Ook omdat je daar weer echt heel veel dingen uitleert van hoe het vroeger was. En ja, dat vond ik wel een hele mooie serie. Dus dat is zeker wel een aanrader om te kijken. Maar er moet altijd wel iets van een boodschap in zitten. Van een wijze levensles probeer ik eigenlijk altijd wel te zoeken. Ja. Ja. En wat luister je? Vooral rustgevende muziek op dit moment. Nou, dat vind ik heel erg lekker als ik lekker in de schrijfmodus zit. Dan ben ik vooral lekker met de meditatiemuziek aan het luisteren. Dat maakt mijn hoofd altijd leeg en dan kom ik eigenlijk altijd wel in een soort van flow om lekker te schrijven. En voor de rest heb ik heel veel mijn kinderen ook om me heen. Dus heb ik weinig muziek of iets opstaan en ben ik vooral lekker met hun en de kinderliedjes bezig. Mijn dochter houdt heel erg van zingen en dansen. Dus die maakt eigenlijk altijd wel een show. Dat is Muziek wel zat. vooral. Ja. Ja, die zat vanochtend al lekker toen ze wakker werd uit volle borst te zingen. Dus ja, dus die is wel lekker aanwezig inderdaad. Ja, maar dan snap ik dat je gewoon voor de rest inderdaad. Heb je dan binaural beats of gewoon. Ja, of lekker meditatiemuziek of iets wat gewoon lekker zen is, waar ik niet zoveel bij na hoef te denken. Want vaak muziek met tekst, dan ben ik weer echt aan het luisteren wat ze aan het zingen zijn. Maar dan kan ik gewoon even lekker op de flow, kan ik mijn dingetjes schrijven of mijn dingen doen inderdaad. Ja. Ja, ik Ja. heb het ook inderdaad. Ik vind dat ook wel lekker werken. Als ze gaan praten, dan ben ik afgeleid. Dan zit ik Ja. inderdaad. Dan kan ik ook niet meer schrijven. Want dan. Nee. Ja, dat is Ja, grappig. echt luisteren naar wat vertellen ze eigenlijk. En dan, dus dan ben ik met mijn hoofd er niet zo goed bij, inderdaad. Ja. Nou, de laatste vraag, Annelies. Waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen checken? Nou, ik ben veelal te vinden op LinkedIn. Vind ik echt een super fijn platform. Ik vind dat er mooie gesprekken ontstaan, dat er mooie dingen gedeeld worden. Dus LinkedIn is wel echt mijn hoofdkanaal, zeg maar. En daarnaast ook op Instagram. Daar ben ik ook te zingen, maar, of te vinden, maar net even wat minder. En mijn website natuurlijk, annelies.beekman.nl. Zei ik dat goed? www.anneliesbeekman.nl. Dus daar ben ik ook te vinden, inderdaad. Dus als er vragen zijn of je wil lekker een keer in gesprek met mij komen, dan sta ik daar zeker voor open. Ik vind het alleen maar leuk om te horen waar je mee bezig bent, wat je struggle is, om ook met je mee te kunnen denken, met je mee te kunnen sparren, zodat je weer stapjes gaat zetten. Oh ja, en naast mijn website en mijn social media kanalen komt er binnenkort ook een podcast. Dus daar ben ik ook mee bezig. Dus daar kan je me dan ook zeker op vinden. Maar dat ga ik dan ook echt even delen op social media. Zodra de eerste afleveringen ook live staan. Dus superleuk als je me daar dan ook gaat volgen. Ja. En we zetten alle linkjes natuurlijk in de show notes.
Ja. Ja, Annelies, dank je wel voor dit superleuke gesprek. Voor Jij jouw ook bedankt. inspiratie. Leuk dat je hier Martijn. Ja. En nou, ik wens natuurlijk dat heel veel mensen door jou geïnspireerd gaan worden om meer met kleur in hun branding te gaan doen. En ja, dank je wel. Heel graag Daan. Jij ook bedankt voor voor je ruimte hierin. Het is echt superleuk om dit met je te doen. Dus leuk gesprek gehad met je. Dank je wel daarvoor. You're so welcome. Ik heb even een kriebeltje in mijn keel, dus we gaan hem afronden. Ja. Dank je Ja. wel voor het luisteren. En liken en abonneren. En delen met mensen als je dit leuk vond. En tot de volgende keer. Ciao! Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Met een T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.